Hallo jongens, het is super leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe extra video samen met Rachel Ray. Wij zitten hier heel random op een fietspad, midden in het bos. Dat klinkt een beetje gek, maar het is wel zo. Omdat we wilden naar een plek gaan met een picknicktafel. Maar dat ging niet door. En ook, wat gaan we doen? Most likely to tag. Wie zou eerder tag? Het kan zo zijn dat we soms eventjes de statief aan de kant zetten, want dan komt er weer een of andere fietser aan of een hardloper of iets. Maar ja, wie gaat er dan ook midden op een fietspad zitten? Bye! Let's begin! Hallo! 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 En door! Ja, we hebben op jouw telefoon allemaal vragen. En die gaan we dan even ons de beurt vertellen en dan gaan we de dingetjes omdraaien. Oké. Okay. Misschien komt er nog een interessante discussie uit. Ik begin. Ik heb de eer. Begin. Ik begin. Wie zou het eerst miljonair worden? Ja, denk ook wel. Maar ik weet niet waarom eigenlijk. Omdat jij durft zoveel of zoiets. Ja, dat is waar. Ik ga voor dingen als het niet werkt, werkt het niet. Ja, dan ik ook wel, maar dan op een andere manier of zo. Jij hebt gewoon echt misschien wel meer safe of zo. Ja. Maar wel, oké. Dan zijn we daarover eens. Oké. Hi Rach. Wie zou het eerst met lipstick op haar tanden lopen? Nou, jij. Jij draagt geen lipstick. Nee. Jij echt af en toe, maar jij. Ik zou jou doen, maar ja, jij draagt geen lipstick. Wat zou je me doen? Frederik. Nee, ik zou jouw naam zeggen, want ik ben best wel klunzig. Maar jij draagt geen lipstick, dus ik moet eigenlijk zo. Thanks, pik. Oké. Okay. Ik wil. Oké. Okay. Wie zou het eerst huilen in het openbaar? Geen twijfel. Nee, want ik jank altijd. Maakt niet uit wanneer. Nee, dat kan nu ook. Al loopt er nu een spin over, maar jank ik, hè? Nee, grappie. Maar ik hou wel snel. Maar oké, dat maakt niet uit. Oké, wie zou het eerst lachen op het verkeerde moment? Ja. Ik denk allebei. Dan doen we zo. Ja, ik denk, als ik mijn naam doe, doe jij jouw naam. Ja. Ja, want wij lachen soms wel echt op het verkeerde moment. Of mensen uitlachen. Weet je wat grappig is? Als wij animatiewerk deden, toen wij dat nog deden, was bijvoorbeeld een kind die werd aangesproken door een moeder omdat ze iets fout deed. En wij gingen gewoon lachen, terwijl zij gewoon opgevoed werd. En terwijl wij aan het werk waren. Gewoon nog een voorbeeldfunctie aan. Next one! Wie zou het eerst de meest dronken persoon op een feestje zijn? Geen twijfel over mogelijk. Ik vind het niet leuk. Toen wij nog animatiewerk deden. Toen, oh my god. Dat was op de Boshoek in Voorthuizen. En daar hadden ze altijd, hoe heet dat? Pleinfeest. Nee, nee, het heet anders. Ik wist het nog van de week. Ik ook. Nou ja. Elke dinsdag was dat. Echt dinsdag? Ja, dinsdagavond. Oh, nou goed. Ik zat er nog vanochtend aan te denken. Ik zeg mezelf, we hebben leuke feestjes gehad. Ja. Wie zou het eerst kwasten was het langs uitstellen? Ja, ligt eraan wat voor kwasten. Hoezo ik dan? Ja, omdat ik geen make-up. Ja, ik doe een mascaraatje, maar dat is het. Maar kwasten. Ja, ik was mijn kwast ook niet uit. En mijn verfkwast ook niet. Ja, verfkwasten doe ik. Oh, ja, die er aan het 3 jaar liggen en dan zie ik het wel. Ik koop nieuwe. Maar ja, er zijn maar jij zei ook jezelf. Ja, omdat ik mezelf ken. Oké, volgende. Oké, wie zou zich het eerst verslapen? Ik verslaap me echt nooit. Nooit. Jij had een beetje aan namens. Ik had zo gewild dat jouw naam naar voren kon halen. Het was laatst toch dat jij je nog versliep toen we gingen afspraken. Oh ja, ik was gewoon in de middag gaan slapen. Het was 2 uur te laat. Ja, That's my life with this girl. Aan onderwerp. Wie zou het eerst zich druk maken om de kleinste dingen? Allebei, dat weet ik wel. Want als ik me druk maak om kleine dingen, zeg je doe even normaal, even ademhalen. Dit is hoe het zit en klaar. En als jij maar het hetzelfde, hebt, als, ja. Dan zeg ik tegen jou, oké, even ademhalen, kalm, kom maar goed. Ja, true. Dus dat past wel perfect. Nou. Dan zijn we het ook daarop. Nee. Deze wil ik niet vragen. Welke wie niet? Zou het eerst plastic chirurgie ondergaan? Ja. Ik zou niet weten wat, maar ik denk het wel. Ik zou mijn neus willen verkleiden en mijn bovenlip vergroten. Kijk, als ik zo... ik ga wel zo doen. Ja, maar kijk, als ik zo lach of kijk, is die heel dun. Als ik zo... Kijk, dit bedoel ik. Druk maken om de kleine dingen. Oké. Okay. Door. Wie zou het eerst iets belangrijks vergeten? Huh? Oké. Dat is ook wel een lastige vraag eigenlijk. Dat denk ik ook.
Ik weet niet, de laatste tijd gaat het wel heel goed hoor. Dan check ik echt alles. Zie je hoe erg ze het toegeeft nu? Nee, nee, maar kijk, jij, als ik bij jou een uitstap of zo zeg, Bo, heb je dit mee? Heb je dit zo gegaan? Heb je dat en dat? Ja, je loopt allemaal mee. Ja, dat is wel zo. Maar ik ben ook wel best geordend afgelopen jaar. Nou, dan noemen we hem weer. Mitchie Matchie. Ja. Mitchie Matchie. Maar wie zou het eerst struikelen op Solo? Wie zou het eerst struikelen over zijn eigen voeten? Dat was ik vroeger, maar ik denk nu echt dat Bo dat is. Ja. Ja, want. Ja! Nee, dat is gewoon zo. Nee, echt. Als we ergens lopen, ook toen wij aan de maatwerk deden nog, dan liepen we ergens zo en dan deed je echt een raar move. En dan dacht ik echt, oh, die gaat echt vallen. Maar ik kan best wel erom lachen, dus laat maar gaan. Ja, ik vind dat wel komisch als ik jou een beetje uitlach. Wie? Nou, dit is niet zo moeilijk. Wie zou een eigen make-up, wie zou als eerste een eigen make-up lijn of, wat staat er? Nagellaklijn beginnen. Ja, dat is wel waar. Maar ja, pas wel bij mijn vak of zo'n aansluiting, toch? Ook dat. Als je eigen kleding zou beginnen. Ja, en ik heb gewoon daar niks mee. Oké. Okay. Goed. Wies? Wie zou alleen make-up verpakken kopen? Kut, fietsers. Oh, maar ook echt. Heel snel. Oh shit. Ja. Ga Wie verder. Eerst. Wie zou wat? Wie zou het eerst... I'm gone. Wie zou het eerst, dit ben jij, dus hou maar omhoog. Wie zou het eerst make-up kopen voor de verpakking? Ik? Ja. Als er ananas op staan. Gewoon dikke lipstick voor 120 euro zo, koop ze gewoon voor de verpakking. Ja, de rest gooit ze gewoon weg. Oh, nog een fietser, we kunnen nog niet. Oké, okay, volgende. Kijk, dit is hoe je video's opneemt. Oh. Oh, oké, okay, appie. Oh, appies. Oké. Okay, kunnen we? Ja. Wie zou het eerst een week niet douchen? Eeuw, ik doe ze elke dag. Ik ook. Niemand van ons, dus we doen hem weer. Samsam! Wie zou het eerst trouwen voor geld? Ik denk het. Ik weet wel zeker dat ik dat zou doen. Oké. Okay. Dat is wel erg. Ik ben eerlijk, maar daarom zeg ik, ik wil deze challenge helemaal niet doen, want ik vond het niet grappig. Ik zei wel, hey Bo, zullen we het doen? Was haar idee, hè? Ja, maar kijk, ik zag, hey, zullen we het doen? Maar toen dacht ik, oké, okay, en toen ging ik een paar vragen samen stellen en kijken. En toen dacht ik, ik wilde niet meer doen, want ik wil niet dat mijn naam zo slecht. Haar naam slecht is zo heel vaak. Haar reputatie gaat, zeg maar. Ten onder. Nog niet begonnen was, gaat nu ten onder, ja. Nou, deze is niet zo moeilijk. Wie zou het eerst een scheet bij elkaar laten? Een scheet bij elkaar laten? Hey! Ja, dat maakt ook niet uit. Ik zag laatst een filmpje van iemand van een wesp. Van een verslaggever en dan kwam zo'n wesp en ik wilde jou eigenlijk ook taggen. Het ging echt zo. Zo zat hij. Ik dacht, nou, je bent niet goed. Wie zou zich als eerst als een diva gedragen? Ha! Joke. Hoezo? Oh, ik wil dat zeggen. Ja. Dat is gewoon niet meer leuk. Dat is mijn eigen naam met de honger. Ik vind het wel leuk om dit een keer buiten te doen, jongens. Want zo wat anders, hè? Ik heb deze trouwens zelf gemaakt. Uit de printer. Vind je het mooi? Ik heb het zelf geknipt. Ik ben er trots op. Oké, wie zou als eerst, dit doe ik alleen maar met jou naar omhoog kunnen houden. Oké, ja. Een tweede hond nemen. Ik zou niet eens beginnen aan één hond, maar oké. Ja, ik wil wel op zich een hond. Oké, nou, top. Nu ga ik even uitzoeken dan. Wie zou zich als eerst opgeven voor boer zoekt vrouw? Ik vind boeren gewoon leuk. Oh, ik wil jou echt opgeven eigenlijk. Maar het nieuws zullen ze al gekregen. Ja, nu. Is al gekeurd. De koetjes zijn gekeurd. Nee, ze zijn al op bezoek geweest. En in september, of oktober, of november begint het. Oké, ik wil nog één. Deze week ook kapot. Wie zou als eerst weer een baan als logopedist zoeken? Hoezo? Gewoon. Vind het wel grappig. Vind het wel grappig. Dan kun je mij leren spreken, hoor. Ik heb een beetje spraakgebruik. Lekker. Ja, ik ook. Oké. Ja. Oh, gewoon. Wie zou als eerst... Wie zou als eerst 7 dagen per week kunnen sporten? Allebei. Weet je waarom? Want ik heb vorig jaar ook gewoon 7 dagen per week gesport. Niet dat je het ziet, maar is wel zo. Wij kunnen heel goed... Ik ga nu jouw accent aanpraten, moet ik dat niet doen. Wij kunnen heel goed... Wauw. Wij kunnen heel goed doorzetten. Ik zag ook even een leuke vraag. Die vind ik wel echte leuk doorzetters. Nog. Wie zou als eerst bungee jumpen? Waarom ik? Nee, ik wilde mij zeggen. Ik wilde mij niet doen. Zag je mijn verwarring? Ja. Ik was zo, oh nee, want ik keek hier net en toen, oké, ja. Nog wie zou als eerst een kind willen?
Je kijkt naar mijn antwoord. Ja, maar het is een beetje lastig. Maar weet je waarom ik mijne doe? Nou. Omdat, kijk, ik wil ook wel toekomst in mijn carrière. Maar jij hebt ook heel veel plannen. Ja, dat is waar. Meer, iets meer plannen dan ik. Dus ik denk dat ik dan eerder aan kinderen zou beginnen. Maar het is een lastige vraag. Want de vraag is letterlijk kind willen. Ik zou nu wel een kind willen. Ja. Maar ja, ik denk ook. Ik ben nu gefocust. Pyjama-bordje. Want het leven zat gewoon even niet zo mee. Nee, dat is zielig niet. Ik ben gefocust op mijn carrière. Dus, de kinderen kunnen wachten. Jazeker. We hebben wel goed gediscussieerd. Ja, oh shit, links. Ik wil dat jij dit was. Ik wou dat jij dit was. Ik zou willen dat jij dit bent. Maar dat is niet waar. Oké, even. Wie zou als eerste het huishouden verslonsen na een drukke week? Ja, die wilde ik net ook zeggen, maar ik dacht, ja, eigenlijk geen van ons, want we zijn allebei echt wel van het huishouden. Dat is waar, maar ja. Maar, toen wij nog animatiewerk deden. Dat was een ander verhaal, hè? Nee, maar op zich zijn we er allebei wel van. Ik bedoel, je hebt net, het is nu 4:50 middags en je hebt van 10:00 tot 3:00 schoongemaakt. Applausie! Maar ja, dat wel. Ik ben wel heel goed de laatste tijd. Maar als ik dan thuis kom, ik heel druk ben geweest. Dat ik letterlijk, dat doe ik ervoor nooit. Niet zo heftig. Letterlijk mijn tas dump. En het gewoon zo laat staan. En nou ook niet kijk meer uitpakken. Kijk even uitpak. Wat ik heb. Wat staat er nou op mijn schoen? Staat op jouw schoen? Is dat een rups? Een rups? Hoe doe je dat? Hallo? Hallo allemaal. Wat fijn dat je hebt. Nee, je doet het niet. Nou, dat is dus een goede worm. Het is een worm. Dat blijf je me gered hebt. Vind je heel... Nee, niet doen. Dat vind je heel vies. Woep. Ik vond het echt een fijn, echt waar, zwaar, enorm, fantastisch genoegen. Ik hoop dat je deze video heel vaak gaat bekijken en ons beter leert kennen. Super leuk dat jullie hebben gekeken naar deze Most Likely Tag. Wie zal als eerst tag, hoe je het dan noemt, maakt niet zoveel uit. Wij hebben ervan genoten. Doe nog even een hi. Andere kant. Ja. En als jij er ook van genoten hebt, doe dan even een duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal hier beneden. Hier zo, in het hoekje. In de oekoe. En dan zie ik jullie weer bij de volgende video. Doeg!